가보지. 응? 그럼 들리다니? 아, 들리다. Hello mensen, van Elje Player. Ik ben Leo Jansen. En het is weer Nee! tijd. Ik bleef! Doe nog eens, doe nog eens. Ja, we zitten Poly Bridge te spelen tegelijk. Het Ja. internet doet het niet. Oké, deze wil ik zien, deze wil ik zien. Hij doet het hartstikke goed. En dan gaat hij, en dan gaat hij, en dan gaat hij. Kijk, hier breekt hij al bijna sowieso. Oh, en dan. En niet op spaans drukken, hè? Dan zakt hij gewoon naar beneden. Hier wordt de druk gewoon te groot. En dan brrr. Bruh. Dus dat betekent, daar moet ik gewoon. Yo, mensen van Uitblik, ik ben Leo Jansen en welkom bij een gloed. Waarom zit er een big in de boom? Ik ben Leo Jansen, zoals ik al zei. En ik start vandaag met een gloednieuwe Geen idee. Minecraft. Minecraft Survival Seizoen! Waar ik niet aan mee kan doen. Je Omdat mijn moet niet zo stomme. zeuren, het Omdat mijn leven. stomme pokken-internet niet Hey, zo van binnen net ineens uit. Oh ja, dan is die boos op mij, dus leeg, dan word ik eigenlijk wel. Moreno, ja, maar jouw computer. Mijn computer had crashed tenminste bij me. Hè, Moreno? Wist je nog? Computer die ineens allemaal foutmeldingen had. Dingen die we moesten wegklikken. Oh, ik zie al wat ik moet doen. Oké, maar ja, zoals jullie kunnen zien, is het een nieuw. Ja, ik weet niet eens of jullie het kunnen zien. Maar het is een nieuw seizoen voor Minecraft Survival. Ik heb er zelf ook best wel zin in. Ik hoop jullie ook. Dit is de eerste Minecraft Survival seizoen die ik opneem met OBS. Ben benieuwd wat het wordt zelf. Laat ook even in de reacties achter of jullie willen dat ik op deze texturepack blijf. Of dat ik bijvoorbeeld naar John Smith moet gaan. John Smith heet dat toch? Ja. Of ik naar John Swift moet. Swift, voor mij nou. Smith no moet gaan. Als jullie dat al even achterlaten, dan weet ik het voor de volgende keer. Dan kijk ik even of het me lukt om het te krijgen. En dan, ja, dan zien jullie me volgende keer gewoon een John Smith, joh. Is helemaal niet moeilijk. Is helemaal geen probleem. Don't worry, be happy. Mijn plan is dus om Minecraft, zoals jullie volgens mij wel weten via de video, is het om Minecraft van tevoren op te nemen in het weekend en hem dan door de week te uploaden. Ik ben er al achter wat ik ga doen. Ik ga hem op woensdag uploaden. Ik weet nog niet hoe laat. Ik ga ook nog geen bepaalde tijd inzetten. Verder, het is irritant, want dit is mijn scherm en hier zit de kamer. Moet ik de hele tijd zo kijken? Dat vind ik niet fijn. Om te even kijken, kijk ik nu naar de. Nu wel, nu niet. Oké, maar het zal wel. Ja, verder. Ik heb nu die steen. Hey, hoe kom ik nou naar. Oh ja, ik heb een boom gehakt. Wow, Wow. Waar is zag er? gewoon te veel druk. Even kijken, verder. Ik kan nu stone pickaxe maken. Ze noemen dat ding, ja. Stone pickaxe. Heb ik nog even nodig. Ja, want dan kan ik. Kijken. Een stone sword maken. Ja, dan ga ik even wat diertjes killen. Dan moet ik weer ver lopen voor de beesten. Dank u. Dank u. Zo, je krijgt best wel veel vlees van de beesten. Dank u. Kijk. Dan zorg ik gewoon even voor dat ik nu gewoon de oldschool dingen heb. Dan kan ik gewoon bijvoorbeeld even naar de dichtstbijzijnde platteland. En dan kan ik daar gaan bouwen. Nee! Kijk toch niet bij mij! Oh, nog mis ook. Je ontsnapt niet van mij, stuk vlees. Echt, waarom is er geen paardenvlees? Ja, mooi zo'n wagen. Mojang fixes shit. Maar ja, ik neem dus Minecraft op in het weekend. Zodat ik het gewoon door de week kan uploaden. Op woensdag, weet nog niet hoe laat. De video's worden minimaal 20 tot maximaal 30 minuten. Maar daar ben ik zelf nog niet echt over uit. Wat kan ik nog meer maken? Wat heb ik nog meer nodig? Nou, ik heb al eten. Misschien is het handig als ik even een ander plekje ga zoeken voor de
Hoe noem je dat nou? Oh ja, voor mijn huis. Als ik dat al heb, dan ben ik blij. Oké, okay, let's go. Hey, ah, shit, waarom spring ik dan ook niet in het water? Kijk, oh, kut. Ah, man, hier zitten allemaal mobs en zombies. Dat vind ik niet leuk. Dat vind ik niet grappig. Waarom ligt de kolom nooit op de oppervlakte en waarom zie ik het niet goed? Oké, okay, mijn brightness moet even. Muziek, geluid, grafisch. Oh ja, dat staat wel helder. Dat is gewoon niet gewallig. Oh, oh, ik verdrink! Blablabla. Ik denk dat over de chat. Als dit werkt, hè, dit is briljant. Als het werkt! Het werkt! Hé, hé, hé! Hij is nog niet klaar, hè? Oh, oh. Net niet, vriend! Met je het werkt! Net niet! Oh. Ja, het was eigenlijk de bedoeling om alleen ook mede in Minecraft. Maar het niet mee, ja. Het wil het gewoon niet. Het zit niet mee. Ik weet de internetcode niet. Dus Moreno kan niet op hetzelfde internet als wij. Dus kunnen we niet weer op de map. Het is heel kut en vervelend. Bla 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 bla. Maar we gaan gewoon positief kijken. Positief denken. Eigenlijk is er helemaal niks positief aan. Toch Moreno? Nope. Nee. Het leven zit ons tegen. Alweer. Mij niet. Oh, ik lag. Dat is geen goed teken. Straks valt mijn computer weer uit. What the fuck, ik lag echt yes! heel erg. Het is gelukt. Ik lag echt verschrikkelijk. Kijk dan. Hoe erg ik lag. Heb ik het nou opgepakt? Ik zie geen lag. Dus... Nee, moet je zien. Waar is dat klote varken? Maar gewoon serieus, kijk. Dit is het geworden. Oh ja, hier moet je zien. Let op. Kijk. What the fuck? Raar, hè? Ja. Maar kijk, zo. Dit is toch briljant? Kijk, hier gewoon ultieme verstevering en dan krijg je dit resultaat. Dan maar over. Ja, vriend, je gaat er wel een betere gedoe van. Zo, op die manier moet het. Maar zelf ben je ook bijna dik 2 uur bezig met dat ding. Ja. Blijf. En dat ding haalt het nog net. Die varkens raakt echt dik en paniek. Yes, new gebied. New rocks and bandits, you can help around the town for the world. Ik snap het niet. Ik ook niet. Maar ik heb alleen maar wood. Oh, nein. Oké. Ah, serieus, nu al mobs. Please don't kill me. Nou zeg. Het lijkt wel heel erg nu. Even nog een appel naar binnen smikkelen. En daarna ga ik hier zo snel mogelijk weg, want het lijkt hier. Oh. Nou, blokjes willen niet eens meer normaal functioneren. Ze glitchen de hele tijd weer terug. Maar nu gaat het goed. Oh, nou niet meer. Maar wat vinden jullie nou eigenlijk het leukste aan Minecraft? Ik vind het zelf wel het leukste aan Minecraft. Gewoon omdat je zoveel dingen kan. Je kan survivalen en daar kan je heel lang mee bezig zijn. Maar je kan ook creative en daar gewoon echt je fantasie vrije loop laten. En ik ga hier weg, want hier stik blijven dus gewoon van de mobs. Kut, ik kan niet naar boven. Oh, ik kan wel naar boven. Eerst met dirt, want ik heb de stone misschien nog nodig. Ik vind het maar niks dat mijn computer zo verschrikkelijk lekt. Oké, let's go. We gaan verder. Ja. Oké, als ik hier een open vlakte zie. Het is geen open vlakte. Wat is dat nou weer? Oh, het is gewoon iets dat niet wil laden. Oh, oeh, deze neem ik mee. Dan kan ik straks gewoon mijn eigen paddenstoelen laten groeien. Dat is verschrikkelijk handig.
Oh, kijk, dit vind ik een mooie plek om te wonen. Moreno, ben jij de mooie plek? Ja, Leo, ik vind het een hartstikke mooie plek. Gast, Dank. waar wil je dan wonen? Op een stokje op een hoekje? Ja, even tijdelijk. Dan moet je gewoon, je moet het gewoon helemaal gaan uitbreiden. Dat is gewoon een perfecte plekje om uiteindelijk gewoon als vissershoekje te komen. Oeh. Ja, maar dit is, vind ik even een mooie plek voor mijn halsie. Voor nu dan. Voor nu, ja. Nope. Oké, let's go. Warm up. Let's go. Ja, ik moet wel. Oh my god, schaap, die moet ik nu hebben. Bäh. Zo. Dood. What the dood? Wow. In één keer. Ja, lukt What dan the ook. dood, dood? Maar als je springt en dan aanvalt, zijn ze effectiever dan als je normaal gaat. Hallo schaap, jij mag ook dood. Doei. Maar je hebt toch niet. Ja, weet ik. Oké. Ik moet een beetje rekening houden met mijn eten. 3, Weet je wat 5. ik altijd om mijn series deed? Die eerste twee afleveringen gewoon peaceful. Dat je gewoon Ja. wel een goed startje komt aan het begin van de video. Ja, maar ik denk Zo ben jij van. niet. I know. Ja, maar zo is het gewoon. Is het een compliment? Ja. Oh, dan zeg ik niks. Want dat betekent dat je gewoon anders bent dan alle anderen, waardoor je gewoon speciaal. Oh, dus jij noemt me anders? Nou, bedankt. Nee, in de zin van anders, dat je gewoon speciaal bent op de aarde. Hij snapt Oh. er voor mij niet echt, mensen. Nee, ik doe gewoon mijn best om met die te snappen. Ik heb tenminste reden om boos te worden. Boos. En ik heb geen hout meer. Gast. Gelukkig staan die bomen. Maar ik zoek bomen met hetzelfde hout. Ik kom een paar weken geleden op Huh? mijn. Wat? Fuck? Deze heb ik niet overgehakt. Maar ik kwam een paar weken geleden een video van mijzelf tegen. En dan je intro en je outro zelf te horen. Och, Jongen, ik heb tijd. zo lang geen YouTube meer gespeeld dat ik niet eens mijn eigen intro en outro meer weet. Wat dacht Het je is echt zo, daarvan? yo mensen van Crafty Guy Gaming Moreno, je bent een hele nieuwe aflevering boven me. En dan was het eruit, tot de volgende keer. Doei! Doei! Oh Oh, die ja. tijd. Waarom stop? Waarom heeft die kleine irritant? Was een gozer een baby weet. Een baby? Ja, de Oh, baby! ik zie het. Is het baby? Nou, dan wordt mijn huis maar heel erg vermoord. God, ik kan niet zo tegen als ik niet wil laden. Dan wordt mijn huis maar heel erg verlelijk. Het is niet anders. Dan kan je altijd nog veranderen. Ja, maar ik heb nu niet dit soort bomen. Dus ja, ik blijf bij dit oud. Zo, helemaal mooi. Oh, ik heb wel eten nodig. Nou. Een crafting bank. Dat is kopzanne. Een oven. En een bed. En een bed. Kijk, mooi, dan weet ik hoe het moet. Zo. Oh, en een kist, omdat ik gewoon YOLO ben. YOLO Swaggy, yo! Ik heb Oh. precies genoeg voor een kist. En dan moet je die laatste mee gewerkt op een paar. Heb ik al. Dan doe je daar six van maken. Voor torches. Ik ga slim doen, even kijken. Dit is 8, is 1 stack, 16. Even kijken. Horror game, horror game, horror game, horror Nou, ben game. ik precies drie stukjes kool kwijt. Dat vind ik wel goed. Ik ga nog even wat meer hout hakken. Er staat een paard in de gang. Ja, een paard. Oh, dan krijg je straks wel weer copyright. Oké, zal ik horror experiment spelen? Jongen, ik heb er geen verstand van, dus doe maar rond. Ik slaap precies langs bij de oven. Het is lekker warm. Black Hawk. Oh, gast. Mensen, sorry alvast als ik zo meteen kaart ga schreeuwen of zo. Oh ja, en Morena gaat de hormon spelen. Oh, maar ook geen mod. Pussy. Pussy. Weet je hoe goed die jumpscares zijn? Niet. Maar goed. Pussy. Pushen, jongen. Pussy. Pussyboy, jongen. Weet toch, jongen. Nou, prachtig. Je hebt net een dak. Maar ik ben dakloos. Oh! Oh! Dan moeten eigenlijk allemaal van die dingen voor. Dan moet zo'n video komen van. Oh! Ken je die? Ken je die? Ja, zoiets. Allemaal van die dingen. Noscope key. Noscope Noscope. everywhere. Zo, zei ik nou echt everywhere? Everywhere. Zo, dan is mijn Engels wel weer heel erg broer. Hey, school Everywhere. is nog niet begonnen, dus ik hoef me daar niet op te concentreren. Oh. Ik maak ook gewoon Dat in het. begint maandag alweer, hè? Voor mij dinsdag, geloof ik. Ja, maandag moet je ook komen.
Oh, echt waar? Moet ik weer mijn hele agenda overhoop gooien? Maar... Ik heb nog deze agenda. Ik heb er twee. Wow. Oh, popcorn. Dank u, bieten. Ik ben aan het opnemen, Ashley. Dan loop ik alleen maar het nog te smakken. Ja, dat is zo vervelend, want als je aan het opnemen bent, moet je wel gewoon praten met gewoon kijkers. Maar het gaat een beetje moeilijker als je poppertjes hier te opnemen. Dit is een experiment. I made it to test how people react to everything. That doesn't have much. So, when you have a choice to direct your show, to go well, at least a bit. My early maps were linear. Now I try something new. Ik vraag totaal niet wat je aan het lezen bent. Dat is verschrikkelijk. Geen noodgrip, geen gebruik van eigen materialen. Oh, maar hoe lang ben je nou aan het opnemen? 16 minuten. 16 minuten. Oh, moet ik wel mijn geloof niet houden. Even kijken. Zo. Wow, we staan er nog even over. Zo, hupsakee. Ik ben ook ergens achtergekomen in Minecraft trouwens, Moreno. Als je wacht tot de oven klaar is, dan heb je meer experience dan als je het één voor één eruit houdt. Dat is een tip. Wat kan ik nu eigenlijk doen? Ik denk niet dat ik hier echt ga wonen, want dan moet ik heel de tijd al die dieren over het water meenemen. Ik kan bruggen bouwen. Ja, dat is waar. Even kijken. Die kan weg. Zo. Die kan ook weg. Nou, ik heb hier mijn farmpie. En ik heb hier mijn outfitje met spelletjes. En... Oh, dat is nodig hoor. Ik ga denk ik... Die is goed nagemaakt. Dat hebben ze maar nagemaakt. Die blokjes glitchen. Zit springtrap ook in deze map? Wat? Springtrap. Ik weet niet. Ik ken die helemaal niet. Zo! Ken je Five Nights at Freddy's? Oh, Five Nights at Freddy's, ja, die ken ik wel. Niet hard gillen, alsjeblieft. En gaat hij juist expres hard gillen. En Moreno? Hey, jij is klaar. Kijk, heb ik gelijk op eten. Ik heb niet heel veel torches nodig, dus dat is helemaal goed. Ik denk dat ik er aan 4 genoeg heb, ik ga niet heel erg ver. Why did you do this to me? Nee, het is why you... What do you have it to me? How can this happen to me? I think by myself. No, nobody cares. Oh, ik heb trouwens ook wat gedaan met instellingen, grafische instellingen van Minecraft, of van de map. Dan heb je nu, kijk waar het is, top, deze. Oh, dat is helemaal niet deze, dat is F3. Zie je bijvoorbeeld hier zo, zie je dit? Dan zitten diamonds normaliter op 16. Nu, ik heb ingesteld dat ze nu op 20 zitten ofzo. En dat heb ik ook met goud en zo gedaan. Dus ja, het leek mij leuk. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Het gaat natuurlijk om wat kijkers ervan vinden. Ik vind het helemaal niet belangrijk. Het gaat om wat ik leuk vind, in principe. Ja, behalve als ik dit gewoon leuk vind. Als ik het niet leuk vind, doe ik het niet. En ik doe het, dus ik vind het leuk. Hey, cool! Meenemen! Dit duurt zo verschrikkelijk lang als het niet normaal wil functioneren. Hey, joh, die popcorn op, Moreno! Ik heb er pas 2 op, hè? 2 popcornjes! Noem dat als ik aan. Noem dat één ding doen en ik ga het andere ding doen. Ik ben afgeleid van het andere ding.
Je gaat gewoon dingen doen en dan ben je afgeleid. Ja. Oké. Okay. Hoe lang was ik ook weer aan het opnemen? 16 minuten, nu al 20 minuten. Dan ga ik nog 5 minuutjes of zo door. En dan ga ik alweer de volgende opnemen. Wow. Zo. Ik denk dat het begin het meest sized is eigenlijk. Toch? Mm-hmm. Want je hebt niks, dus je kan ook niet veel doen. In principe. Oh, laat ik nog even een stuk naar beneden gaan. Ik heb toch nog een torch. Zo. Nog een stukje naar beneden. F3. Dat niet van hier nu. Oké. Hey, weer cool. Oh, hier zit veel. Wacht, wat een durability. Nog 20. Oh, dat is niet veel. Dan haal ik het denk ik niet mee. Zo. Oh, ik haal het er wel mee. Nee, ik hoef even getrokken. Nou, dan heb ik hier ook nog even wat stone mee. Hé, hey, en die is kapot. Zo, dan kan ik weer naar boven. Dan ben ik weer klaar voor deze aflevering. Dat was kort. Ja, het gaat snel. Het voelde niet eens als 20 minuten in principe. Zo, nou heb ik weer wat dingetjes verzameld. Kool gaat in de oven. Dan is dat al even het beste plek. Ik ga even zand hakken. Scheppen. Voor ramen. En dan heb ik precies en wel 8 genoeg. Dat is precies 1 kooltje. Ik ben echt, daar in principe ben ik daar best wel zuinig om. Op kool nu, want ik heb niet heel veel. Ik heb niet eens een stack. Dus ik kan kool echt niet missen nu. En als ik jullie een tip wil geven. Bak niet met koolbloks, want het is zonde. Uiteindelijk zal je dus gewoon... stel, een hele stack. Daar heb je 8 kool voor nodig. Maar dat is gewoon... ja, in principe, zo. In principe is er gewoon bijna te weinig nog om... Oh, dan maak ik een 1 dak. Dat heb ik niet nodig. In principe is dat gewoon nog te weinig om... Nee, wat wou ik nou kunnen zeggen? Oh ja, je hebt 8 pol nodig voor een hele stack. Maar een polblok, dat is 9 pol. Dus je verspilt eigenlijk 1 pol per een stack bakken met een polblok. Dus dan verspil je er 1. Dat is jammer. Een gedeelte is misschien niet veel, maar als je kijkt per stack. Als je dan 64 keer hebt gebakken, dan ben je toch al een stack, heb je toch al een stack kool weggegooid. En als je dan al bijna niet veel kool meer hebt, dan is dat best wel zonde in principe. Toch, Moreno? Mhm. Vrouw, daar wil je het over hebben. Koolverspilling. Snap er niks van. Nou, met 1 stack eten kan je bijvoorbeeld, heb je 8 kool nodig om het helemaal op te branden. Mm-hmm. En een koolblok, dat heeft 9 kool nodig. Mm-hmm. Anders heb je geen koolblok. Maar als je dus een stack eten in een oven doet en dat verbrandt met koolblok, mm-hmm. dan verspil je dus een kooltje per stack. Mm-hmm. Het is misschien niet veel, maar als je dat dan een 64 keer doet, dan heb je toch wel een stack kool verspild. Mm-hmm. Dus in de praktijk kan het best wel... Oh, ik timmer zo mijn raam dicht. Zie die gezichten. Durf. Hé, hey, hij is klaar.
Nou, dan ga ik er gewoon ups doen, zo doen, en dan leg ik deze gewoon weer hier, en die hier, en die hier, en die hier. En dan ben ik klaar voor vandaag. En dan zeg ik mensen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken vooral. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Oh, en als jullie toch even bezig zijn met kijken, vergeet dan ook niet te abonneren. Doei!